Van Gijzel wil uitbuiting arbeidsmigranten harder aanpakken. Verdachte dood Juliette Bouwhof mogelijk voor jeugdrechter. En winkelstraat Smalle Haven zit in het slop. Eindhoven moet de uitbuiting van buitenlandse werknemers harder aanpakken. Dat vindt burgemeester Van Gijzel. Er wordt nu vooral gelet op seksuele uitbuiting door bijvoorbeeld loverboys. Maar ook dwangarbeid in onder meer de horeca, de bouw en de transportsector is een groot en groeiend probleem. Als het gaat om arbeidsuitbuiting staat het nog pas in de kinderschoenen. Dus dat hebben we nog niet goed met elkaar in beeld gebracht. Maar dat is heel Nederland eigenlijk. Het komt pas de laatste jaar op. En veel mensen hebben ook zoiets. Seksuele uitbuiting vinden ze ook veel erger dan arbeidsuitbuiting. In de praktijk komt het allebei erop neer dat je gewoon echt je vrijheid ontnomen wordt. Het echt mens kunnen zijn ontnomen wordt. In erbarmelijke omstandigheden. En ik snap dat dat heel gevoelig en emotioneel is bij seksuele uitbuiting. Maar als je gaat kijken bij arbeidsuitbuiting zijn de omstandigheden ook dramatisch slecht. Gisteren kwamen op het stadhuis migrantenorganisaties, de arbeidsinspectie en justitie samen om met de politiek over het probleem te praten. De inspectie zet steeds meer mankracht in bij de bestrijding van dwangarbeid. Veel mensen komen naar Nederland voor niet alleen hun geluk te zoeken, maar voor economische factoren. Om daar te verdienen hier in Nederland wat ze thuis niet kunnen hebben. En die komen in situaties die u en ik niet zouden willen. En het is een oud spreekwoord wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En dat is denk ik de basis voor de opsporing voor arbeidsuitbuiting. Volgens Van Gijzel is de uitbuiting lastig te bestrijden, want het is niet zichtbaar en dus lastig op te sporen. Daarom moeten signalen van uitbuiting beter worden herkend en het malafide werkgevers moeilijker worden gemaakt. Nou, wat in ieder geval zou moeten gebeuren is dat het financieel voordeel wat die werkgevers hebben, dat afgeroomd kan worden. Want arbeidsuitbuiting gaat bijna altijd gepaard met economisch oogmerk. In de zin van goedkope arbeidskracht, indwangssituaties, lange werktijden, 7 dagen per week, slechte arbeidsomstandigheden, vaak ook nog slecht eten en slechte huisvesting. En dat is allemaal goedkoop als werkgever. In de regio Eindhoven werken ruim 11.000 arbeidsmigranten. De meeste komen uit Oost-Europa, met name uit Polen.